Kijkers, ik heb voor jullie natuurlijk wat opgezocht over jullie. We weten het allemaal al. Ik had het een keer met jullie over een keer of ik het nou leuk vind om een keer die buidelratjes op te zoeken van Ice Age. In de film zie je twee buidelratten die afkomstig tweelingen zijn. Want je ziet dat ze tweeling zijn. De ene heet Crash en de andere heet Eddie. En ik had een keer met jullie ergens in januari, herinneren jullie je nog, dat ik toen Crash en Eddie toen hier had. Zullen ze eens even gaan pakken voor jullie? Dan laat ik jullie het zien. Ja, Crash en Eddie. Ja, jullie weten wel wie Crash en Eddie zijn. Het zijn twee buidelratten van Ice Age. Die zie je voor het eerst in Ice Age 2, de meltdown, maar niet aan het begin. Je ziet ze pas wanneer zit in Diego een soort van klein balletje tegen hun lichaam kregen. Toen kwamen ze twee. Kijk er wel, twee buidelratten. Maar ze zijn afkomstig van. Hey. Nou, we zijn dus hier en dit is Diego. Dit is Diego. Diego de sabeltandtijger. En ik had ooit zit, maar ik weet niet waar die is. Hier heb je Manny. De mammoet. En ik moet naar Crash en Eddie gaan zoeken, want er waren er twee. Oh ja, ik weet ook nog toen ook dat hij een buk had. Als ik Crash en Eddie heb gevonden, dan zie ik jullie weer. Ja, kijk eens, deze twee zijn het, Crash en Eddie. Maar wie is wie? Dat is toch de grote vraag. Volgens mij wordt het ook vermeld. Want ik heb nu deze twee. En ik heb Manny en ik heb Diego, maar ik had ooit Sid. Maar ik weet niet of ik die nog heb. Volgens mij heb ik Sid niet meer. Dat is alweer zo lang geleden dat ik Sid voor het laatst heb gezien. Of ik kan Sid nog wel hebben, denk ik. Ik denk niet meer persoonlijk dat ik Sid nog heb. Nee, Bas en Adriaan. Maar goed. Dit zijn dus die twee buidelrat. Just van de Ice Age series. Alleen in Ice Age 1 komen ze niet in voor. Wat blijkbaar ook logisch is. Toen hebben ze helemaal alleen hun eigen drieën opgeschreven. Ja, dat klopt. En ik wist nog ooit dat ik die buidelratjes ging opzoeken met hun twee en met Buck. Ja, hier. Hier is de afstandsbediening. Hey, Jamina. Oh my god, what is happening? Zien we een special. Ja, ik dacht, lijkt het misschien leuk als ik Crash en Eddie met jullie hier pak. Dus dit zijn ze. Tweelingen lijken toch? Ik ben echt niet achterlijk, ze zijn gewoon tweelingen. Die London Fireworks nou weer hier. Ik heb er al heel lang niet meer gekeken. Dat is echt wel bizar, vind ik. Maar goed. Maar wat dan? Als ik deze twee weg zou doen. Dat zou echt doodzonde zijn. Denk ik, dat vind ik echt wel doodzonde als ik deze twee weer ga weggooien. Dat weet ik echt niet. Ik heb zo'n gevoel, ik ga deze twee absoluut niet weggooien. Het zou echt doodzonde zijn. En dat zou ook niet goed zijn, denk ik. Maar goed, je weet het wel niet van tevoren. Oh. Ja, nou. Crash en Eddie, succes boys. Eén van jullie twee. Oh wacht, volgens mij is het ziek een verschil. Sowieso vind ik volgens mij deze langer. Hè? Nou, tot de volgende keer, kijkers.